Twee stoelen, een tafel en een kleedkamer. Meer hebben twee voetbalfanaten niet nodig voor een goed gesprek. 60 minuten lang tot de wekker hem bevrijdt. Ik ben Frank Boeks, ex-doelman van onder andere Anderlecht. Ik ben Vadi Zijica, speler van Agent. Dat maakt het al een beetje makkelijker. Wie wilde die zien? Het eerste wat ik nog ging zeggen, ik koop Nio Didje. En? Stop met voetbal, mist het? Eigenlijk niet. Nee? Nee. Ik had altijd gedacht, als ik ga stoppen met shotten, ik ga dat missen, maar ik had het veel erger verwacht. Maar ik ben wel content dat ik er dat in mijn rug, toch? Ja. Dat is het ergste dat er is, als je pijn hebt aan je rug. Bij mij hebben ze ook een keer cortisone gespoten in mijn rug, man. Ik vond dat zo angstaanjagend, als je op die tafel ligt. Eerste keer ben ik flauwgevallen. Ze zetten zo'n epidural in en zeggen van, ja, dat gaat helpen. En ineens was het Frank. Daar ben ik. Ah, okay. En nu ook net een kleine, dus ja, bij mij is het de tijd zeker. Eerste. Ja. Een jonge meisje? Jonge, check. Okay. Zeven weken nu of zo. Heb jij kinderen? Drie. Twee meisjes en een jongen. Zelf opgestaan, veel? Of, ja, hoort erbij, hè. Bij ons zijn niet zo goede slapers. En hebben ze lobby's ook, dat ze zo gaan doen? Dat ze naar kampjes en hebben ze de eerste keer naar ballet gestuurd. Dit weekend, vorig weekend was het. Van, en, gewoon een mug los op je kop en ik ga er niet op kloppen. Ja. Nee, dat was echt. Dat echt daar, een mug op je kop. Ik heb er al gezegd, ik heb een golfclub gewonnen. Ja, ik weet, ik heb ze gezien. Ik moet nog langskomen. Is dat ook buurt het enige waar je zo echte dingen... Rust, hè. Even de telefoon weg. Ik met een telefoon weg. In je zak en ze mogen me 4 uur bellen. Ik hoor dat niet, ik antwoord niet. Toen ik in Engeland zat, gingen we met de ploeg, golftoernooien gaan doen en dit en dat. Toen zei ik, wat is dat hier en waarom moeten we gaan golfen? En dat trekt toch op niks en dat is voor oude venten en dit en dat. En nu een paar jaar later ben ik zo gebeten door golfen. Dus ja, de 19e hol is ook nog plezant. De 19e, maar dan moeten we wel terug beginnen dat bereikbaar zijn. Miste dat niet, zo trainingskamp en zo? Nee, wat ik wel mis uit is zo dat kleedkamergevoel. Ja. Maar in België is dat zelf niet zo... Allee, de kleedkamer, hè, is safa. Nee. Maar als je in Engeland of zo zit... Dat is de bad Christmas gifts. Christmas party, dat je dan samen weggaat en zo. Ja, daar is ook... Je wordt meer vrijgelaten en iedereen moet gewoon zorgen dat hij goed is en top is. En hier wordt er toch vaak zo... Wordt bij de hand genomen. En ja, dat mag niet, hè. En dat mag niet. Ja. En daar in Engeland is gewoon van... Je moet gewoon presteren in het weekend, dus. Heb je het ontsvolheid gehad? Nee. Dat was ook zo. Een beetje de Engelse cultuur. Maar zijn niet veel, hè? Nee, maar als ze iets zijn, dan was er wel straight to the point. Of je moest een beetje intelligentie hebben om te begrijpen wat hem wou zeggen. Of de referee is de brother of Stevie Wonder. What can you do, hè? Maar ja, er waren gasten die niet wisten dat Stevie Wonder, wie dat was en dat hij blind was. Dus Stevie Wonder. Ja, ik zal het straks wel uitleggen. Wat wil jij doen aan je... T2, is dat niks voor u? Is een beetje een Peter Ballet tippen? Goed zijn met de spelers? Oké. Ik heb niks met voetbal te maken. Heb ja, ik weet niet. Ik heb geen geduld om trainer te zijn of zo, denk ik. Als ik iemand niet zo graag heb, dan kan ik dat niet echt wegsteken. Snap je wat ik bedoel? Ik snap het. Dus als je dan met 20 spelers zit, dan zijn er sowieso 2 of 3 bij dat je denkt van oké, dat gaat niet worden. En ik hou er niet van om dan anders te doen. Ja, voilà. Dus daarom dat ik denk dat ik niet echt een goede trainer ga zijn. Maar anderzijds is het wel leuk om een boetesysteem in te voeren. Waarom? Gewoon omdat je op het einde van het seizoen iets leuks kunt gaan doen. Ja, dat je iets hebt met de spelers. Om, is dat nu al gedaan? Nu? Op zich. Is dat niet echt stilgevallen, denk ik? Nee, zo. Ik ben blij toen ik je zag, man. Ik dacht van, als er mij nu zo'n ex-trainer of zoiets voor mij gaat zetten, dat gaat echt een lang uur worden. Wat vond je van mijn tactiek? Allee, succes. Merci, tot in Gent. Het weekend ook wel. Voilà, tot in de golf. Ja.